Vandaag vond in het gebouw van Stubila een infosessie van het NJP plaats. Wij brengen u terug naar het moment. Dus vandaag hebben we in het kader van 20 november, kinderrechtenverdrag, dag ervan, dat we niet lang terug hebben gevierd. Het is 30 jaar, hebben we in dat kader hebben we dan een infodag georganiseerd. Zie het als een seminar waar we jongeren die geïnteresseerd zijn in de opkomende verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement, om ze van info te voorzien, het traject voor te houden, hoe het zit met de kandidaatstelling, dat campaigning, dat vervolgens lid worden, wat daarna, wat is het traject daarna, wat staat je te wachten, welke zijn de competenties die belangrijk zijn om aan het begin te hebben en welke competenties ga je gaandeweg moeten leren. Dus dat is het zo'n beetje die we in grote lijnen wat we vandaag doen. Ja. Kunnen we dit ook zien als een voorloper op de aanwerving van de verkiezingen in 2020? Nou, het is de bedoeling dat de jongeren, ik word meerdere keren benaderd om te vragen van hoe zit het met de verkiezingen, wat moet je hebben, wat moet je doen. En als je dat hoort, dan denk je dat de informatie nog daar buiten zoek is. En als voorzitter heb je de taak om zeker de jongeren voor te houden, te consulteren. Als het gaat om jeugdaangelegenheden, de verkiezingen, interne dingen van het Nationaal Jeugdparlement. Dus het is de bedoeling dat we elke keer weer proberen de informatie te geven aan ze. Want ze hebben recht op informatie, recht op participatie. Dus we kunnen niet blijven en dan geven we ze de nodige en de juiste en vooral de volledige informatie niet. Vandaag is het dus Stubila, Paramaribo. Zullen jullie ook de andere districten bezoeken? De bedoeling is om te kijken hoe de eerste loopt. Als we zien dat het een gevraagd is om verder te gaan met het traject, willen we zeker dat doen. We moeten vervolgens ook kijken naar het budget, want het, natuurlijk gaat het wat kosten. Dit is sowieso georganiseerd door Stubila en mij persoon, met de marginale middelen die er zijn. Maar we hebben het vanaf het begin gezegd dat we het werk zullen doen met de weinige middelen die er zijn. Maar met het weinig moeten we proberen om duurzaam te werk te gaan, zoals vandaag. Want wanneer je als jongere weet wat je te wachten staat, wat het precies is, wat inhoudelijk speelt, dan heb je een beeld en dan kan je besluit nemen op een juiste manier en zeggen van oké, ik denk dat ik ready ben of ik denk dat ik een beetje ook moet gaan werken aan een aantal dingen. De sprekers vandaag, zijn dat alleen maar NJP'ers of heeft u ook gastsprekers? Ik heb ervoor gekozen om zoveel mogelijk jonge mensen te vragen. Enkele zijn ex-jeugdparlementariërs. Bepaalde ambassadeurs, ex-ambassadeurs, tot mensen van jongere organisaties. Die mensen die komen en ook anderen die bekend zijn met jeugdwerk en in het jeugdinstituut hebben gewerkt. Die mensen heb ik uitgenodigd om de jongeren van de juiste informatie te geven, maar ook mensen die weet hebben van dat ding, zodat de gap niet te groot is en ook dat we de informatie niet echt missen. Dus vandaar dat hebben we gekozen om mensen die zo'n beetje deskundig zijn op dat gebied, om ze te helpen, zodat ik niet echt veel in beeld kom, maar dat het echt vanuit anderen wordt verteld en dat ik straks gewoon het gedeelte van het traject maar mag doen. De politie van Regio Oost heeft vrijdagavond 23 november bericht ontvangen vanuit het Mama Juka gebied dat twee gouddelvers om het leven zijn gebracht bij een roofmoord. Deze informatie komt vanuit een betrouwbare bron. Een bende, meer dan 10 zwaar gewapende criminelen, heeft in het gebied goudzoekerskampen overvallen en daarbij een van de verzetplegers koelbloedig neergeschoten. Een tweede werd ook beschoten en liet het leven daarbij. Er is een derde slachtoffer dat verwondingen heeft overleefd. De daders hebben daarbij ruwgoud en andere persoonlijke spullen buitgemaakt. Bronfietser mishandeld en beroofd. De politie van Centrum kreeg vrijdagavond een melding van een straatberoving op de kruising gevormd door de Rooseveltkade en de Louiselaan. Drie criminelen hebben een bronfietser overmeesterd en hem beroofd van zijn geld en de bronfiets. Het slachtoffer verklaarde dat hij over de vermelde straat reed toen hij door twee van de daders tot stoppen werd gedwongen. Het tweetal sprong voor zijn bronfiets. Op dat moment kwam een derde verdachte die de bronfietsers lagen aan zijn borst begon toe te brengen. Na de mishandeling maakten de rovers 75 SRD, welke het slachtoffer in zijn bezit had, en zijn bronfiets buit. Er is structureel iets mis. Als kinderen pogingen wagen voor zelfdoding of zelfmoord en het sommigen lukt, wil zeggen dat structureel iets mis is met de leefomstandigheden,
de jeugd en sociale woonomgeving. Dit gaf de directeur van RUMAS, Emmy Hart, tijdens een gesprek aan Dagblad Suriname. Kinderen hebben aandacht nodig. Zij willen gehoord worden en willen ondersteuning, benadrukt Hart. Het is ons niet gelukt om hen te geven wat zij willen. Laten wij een luisterend oor zijn en beter kijken naar kinderen. Hart geeft ook aan dat sommige ouders meer bezig zijn met hun mobiel en sociale media en minder kwaliteitstijd geven aan hun kinderen. Hart spoort jongeren aan om niet op te geven en zelfverzekerd door het leven te gaan om uiteindelijk in staat te zijn hun dromen en gestelde doelen te verwezenlijken. Lijk jongeman aangespoeld. Het ontzielde lichaam van de 31-jarige Xavier Dubois, die vrijdagmorgen omstreeks 10:10 van de Weidenbosbrug sprong, is diezelfde middag aangespoeld. Een voorbijganger was doende te filmen op de brug toen Dubois verward op de brug stond. Anderen probeerden hem nog aan de praat te houden en plotseling sprong hij van de brug in de Suriname rivier. De politie van Nieuwehaven heeft het ontzielde lichaam na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. De politie van Marowijne kreeg maandagavond rond 8:00 een melding van een zware aanrijding op de Oost-Westverbinding ter hoogte van Adjuma Birgi. Het gaat in deze om 2 personenwagens die met elkaar in botsing zijn gekomen, met als gevolg dat 3 personen om het leven zijn gekomen. De politie van Bronsweg, in samenwerking met het Nationaal Leger van Bronsweg en de politie van Brokopondo Centrum, heeft op zondag 24 november een roadblock gehouden op 2 verschillende locaties in het gewest. De eerste controle werd gehouden op de binnenweg van kilometer 21, meer bekend als Sneesi Passi, en de tweede bij de controlepost van Klaaskreek. De nadruk werd voornamelijk gelegd op illegale vuurwapens, drugs en voorvluchtige verdachten. Tijdens dit veiligheidsplan werden in totaal 2 vuistvuurwapens en een jachtgeweer in beslag genomen. De ondernemer R.W. had ook een jachtgeweer bij zich dat ook in beslag is genomen. Op beide plaatsen zijn 2 ondernemers aangehouden met illegale vuistvuurwapens in hun bezit. Oké, en aan deze meneer de vraag. Hoe zit het met onze gezondheid? Eten we gezond in Suriname? Toch wel. Toch wel? Toch wel. Als we naar de winkel gaan, let u bijvoorbeeld op wat u eet, kijkt u naar op de verpakking wat erop staat. Of pakt u gewoon iets en eet u maar? Boy, ik pak gewoon iets, dat eet ik maar hoor. Oké. Ja, want als je gaat kijken gaat het niet lukken toch? Ja. Ja toch? Oké. En bijvoorbeeld suiker, zout, dat soort dingen, hoe gaat u daarmee om? Boy. Let je erop? Nee. Nee? Nee. Oké. Ja. Dat kan toch, dat je er niet op let. Ja. Dat is een optie. Ja. Alleen, wat men in het gemiddelde zegt is van, kijk of hoeveel suiker je eet, hoeveel zout, dus dat. Aboem? Ja. Oké, dankjewel hè. Ja. Over bewust eten. Eten we gezond in Suriname? Echt gezond eten denk ik niet. Nee. Maar gezond eten kost wel veel geld. Dus je moet geld hebben om gezond te kunnen eten? Nee, laten we zeggen, als je groenten niet plant, ja, dan moet je groenten kopen. Mm-hmm. Als je groentenprijs ook kijkt, is het veel duurder met dingen, met vlees. Ja, ja. Ja, dus men koopt eerder misschien boutjes, mm-hmm, dan kip te kopen. Ja. En groenten, mm-hmm, daar denk ik van niet. En bent u zelf bijvoorbeeld aan het planten op het erf? Ja meneer, ik ben zelf aan het planten ook. Landbouw? Ja. Peper geplant, kousenbaan geplant, boulanger. Dus een beetje heb ik wel opgebouwd. Oké. Okay. Ja, meneer. Is dat ook je advies aan mensen om zelf te gaan planten? Liever dat zouden ze doen. Zelf planten is beter. Dan weet u wat u eet. En dan eet u ook nog gezond. Okay. Letten we op wat we eten? Nou, dat is iets persoonlijks. Kijk, hoe ik hier ben bijvoorbeeld. Heb ik een bepaald eetpatroon. Je hebt sommige dagen waar je misschien gezond eet, maar je hebt ook bepaalde dagen waar je
liever zeg van hey, ik kies voor een Mackey of ik kies voor een papaya, zijn aan de drukte bij die fastfood restaurants, ja. Kan je wel zien van hey, men kiest ook heel veel voor fastfood. Dus het is iets persoonlijks, het is van mens tot mens is het hoor. Dus ik kan u niet precies zeggen als wij bewust zijn over hoe we eten, maar het is iets waarvoor jij zelf moet kiezen om gezond te eten. En oké, u heeft het heel mooi verwoord. Als u geeft aan, het is persoonlijk, hoe zit het met de voorlichting? Is er voldoende voorlichting op dat punt? Als ik moet kijken via de media, dan vind ik van niet echt, maar op de scholen wel, dat mag ik wel zeggen. Dat er vooral tijdens biologielessen wordt er voorlichting gegeven van hoe je beter kan eten, voedingsschema's, voedselpakketten, dus dat wel ja. Taxicentrale 1660 bezorgt over neppe taxis. De Suriname Taxicentrale 1660 maakt zich zorgen over taxis die zich voordoen als te zijn van de 1660. Het komt steeds vaker dat kenmerken van 1660, zoals de kleur, het groene logo en het taxinummer worden nagebootst, zegt directeur Gilbert Purperhart in gesprek met Dagblad Suriname. Hij geeft aan dat er inbraak wordt gepleegd op intellectuele eigendom. In 2016 hebben wij ministeries aangedaan, waaronder het inmiddels opgedoekte ministerie van TCT. Vandaar werden wij verwezen naar justitie en politie en zij verwezen ons naar het ministerie van Handel en Industrie. Vanaf 2016 zijn we al 3 jaar verder en er is niets van terechtgekomen. Purperhart zegt dat hij bij het oprichten in 2016 erop had aangedrongen om de taxiwet aan te nemen. Marowijnen in de greep van goudkoorts. Chinezen gebruiken cyanide in de para. Om de gevoelens die leven in het district Marowijnen te beschrijven, gaan wij terug naar de organisatie Vrienden van het Binnenland, die in verband met de Dag van de Barons op 10 oktober jongstleden een kroetoe hield in Tori Oso. De organisatie heeft als doel de maatschappelijke ontwikkeling te bevorderen en laat haar gedachten gaan over vraagstukken en problemen die het binnenland en Suriname in het algemeen bezighouden. Er werd onder andere een inleiding verzorgd door milieuactivist Erland Sleur. Sleur, de oever van de Marowijnrivier wordt op zoek naar goud door scallians opgevreten. Ontbossing, kreken die worden weggeboeldozerd, rivier, kreek en grondwater raken besmet met kwik en sedert kort ook met cyanide in een ander district. DA91 heeft op 25 november, Onafhankelijkheidsdag, haar verkiezingscampagne gelanceerd. Om dit bijzondere moment te vieren, organiseerde de partij een bijzondere bijeenkomst bij haar partijcentrum aan de Gladiolenstraat. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende sprekers aan het woord gelaten. De launch werd gedaan door voorzitter Angelique del Castillo. De partij heeft in de afgelopen jaren verschillende tools gepresenteerd aan de samenleving, waaronder het kompas GPS, de sleutel en de nieuwe politieke agenda. Ook heeft de partij de DA91-routekaart op weg naar de nieuwe republiek geïntroduceerd. Er is volgens Del Castillo bewust ervoor gekozen om de launch op Onafhankelijkheidsdag te doen, omdat het uiteindelijk ook gaat om de bewustwording van Suriname. Volk van Suriname, ik kan en wil niet anders beginnen dan u een prettige residentie toe te wensen. Een hele prettige residentie. Het is onze 44ste Onafhankelijkheidsdag. En we moeten beseffen dat we aan de vooravond staan van die 45ste Onafhankelijkheidsdag. Want we weten hoe snel de tijd gaat. Het is een bijzondere opdracht voor ons in het verschiet. Want wanneer je 45 wordt, wil je feest vieren. Maar dan moet je reden hebben om feest te vieren. Je moet geld hebben om feest te vieren. En je moet vrolijk zijn in je hart. En dat is de opdracht die wij hebben. Om te zorgen dat die 45ste verjaardag één wordt van trots. Één wordt van vernieuwing en verbetering. En laat me mijn oprechte en hartelijke dank en waardering uitspreken voor al onze partijgenoten.
en sympathisanten die de afgelopen 4 jaar zich hebben ingezet. En hoe moeilijk het soms ook leek, want je weet het, soms ging het zo moeilijk dat je dacht, gaat het lukken? Maar we hebben de hoop en het geloof niet verloren. Niet in de partij, niet in de toekomst van de partij en bovenal niet in de toekomst van ons land. En het is mede dankzij uw inzet dat wij vandaag kunnen overgaan tot een zelfverzekerde en tijdige lancering van onze campagne. En ik vraag een daverend applaus voor u allen. Vandaag 25 november 2019 is het 6 maanden voor de verkiezingen van mei 2020. En terwijl wij nu met volle overtuiging naar de inrichting van onze toekomst kijken, herinneren we ons ook nog die momenten rond onze onafhankelijkheid. Ik weet zeker dat er een aantal van u hier zijn die nog precies weten waar je was, wat je deed, toen het eerste moment daar was van het hijsen voor de eerste keer van onze Surinaamse vlag. Ik weet dat je weet wat het in je losmaakte bij het zingen van ons volkslied en de innige omhelzingen tussen de politieke leiders van toen en de vertegenwoordigers van het voormalig moederland. We herinneren ons ook de dromen en het enthousiasme, evenals de twijfels die er bij sommigen waren. We weten dat er waren er die enthousiast waren en er waren die die twijfelden. Er waren die die vertrokken uit vrees voor wat hun te wachten stond. We herinneren ons ook het diepe dal waardoor we heen zijn gegaan. En met name de gewelddadige gemachtsovername in februari 1980. Wat wij meenemen, want je vraagt je af, wat heb je daaraan? Waar dient het allemaal toe, wat ons allemaal overkomen is? En ik weet niet van u, maar ik neem mee lessen voor de toekomst. Lessen voor onze toekomst en een besef dat de onafhankelijkheid een erfenis is waar je geen afstand van kan nemen. Je kan er geen afstand van doen. Hoe het ook tot stand kwam, hoe je er ook in stond op dat moment. We zijn een onafhankelijk land. En dat moeten we accepteren. Het is als wanneer een kind geboren wordt waar men niet op gerekend had. Desondanks moet je dat, dan ga je juist dat kind moeten verzorgen. Je kan het toch niet aan de kant zetten en zeggen, ik had er niet op gerekend, dus ik doe niets. Het is onze verantwoordelijkheid. En het maakt niet uit waar je bent. Als je nu in Mungo bent, Kwamela Samuto bent, Nieuw Nigeria zit, Paradise, het maakt niet uit. Die onafhankelijkheid geldt voor het hele grondgebied. En we moeten beseffen vandaag dat er een hele generatie al rondloopt in ons land die het niet anders kent dan als een onafhankelijke. Ze zijn geboren na 1975. Voor die generatie moeten wij ook zorgen dat zij trots kunnen blijven op hun land. En dat zij kunnen groeien met hun land, zoals Widya van ons uit Nigeria. Die onafhankelijkheid is van ons allemaal. Dit land is van ons. Het is onze verantwoordelijkheid. En mijn woord dat ik vandaag tot u richt, heeft voornamelijk tot doel dat u die verantwoordelijkheid ten volle ervaart en ten volle op u neemt. De nieuwe Boeing 777-200, de 777 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, draagt inmiddels de naam Suriname Airways van het bedrijf. Volgens betrouwbare informatie wordt er momenteel de laatste hand gelegd aan het toestel dat volgens planning in december de transatlantische route moet gaan onderhouden. Het toestel draagt de Surinaamse registratie PZTCU. Het iconische Sabaco-logo van de SLM moet nog op de star komen te staan. De introductie van dit toestel vindt half december plaats en het vliegtuig zal volgens eerder uit te geven informatie een jaar lang de vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam, vice versa, onderhouden. Indien alles volgens planning verloopt, neemt de SLM daarna de geavanceerde Boeing 787 Dreamliner in gebruik.
Slay Junior wint na sterke tweede helft van Groningen. Slay Junior heeft zondagmiddag een 2-0 overwinning geboekt op promovendus Groningen. Na rust wist Slay Junior een 1-0 achterstand om te keren. De ploeg uit Saramaca kwam na 20 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong door Romario Landolf. Slay Junior ging na de rust op zoek naar de gelijkmaker. Even leek het erop dat de thuisspelende ploeg zou verliezen. Maar in de 87ste minuut kwam Slay Junior toch op gelijke hoogte. De speler Marcelo Doekoe bracht ploegen langs zij. Een minuut later was het weer raak. Bebetu Saki scoorde het winnende doelpunt namens Slay Junior. De ploeg van Flora wist hun eerste wedstrijd van het seizoen in winst om te zetten. Flora won hun ontmoeting met 1-0 van Seaboys. Hendrik Poudaar en Chaynil Mouslan winnaars eerste SZB Srividensie Open Water in Vend. Hendrik Poudaar van Neptunus heeft maandag de eerste SZB Srividensie Open Water Event gewonnen. Poudaar arriveerde als eerste bij de marinetrap aan de waterkant. Bij de vrouwen werd Chantil Mouslan van de Vos winnaar. In totaal deden er 117 zwemmers mee. De start was bij Marina Durga, waarna er werd geswommen naar de marinetrap aan de waterkant.